Shall we open the deal? Welkom op een nieuwe dag bij de World Series of Poker in Las Vegas. Vandaag is het tijd voor dag 1D van het WSOP Main Event. Na een spectaculaire opkomst van Hollywoodster Vince Vaughn is de dag begonnen. We hebben vandaag veel Nederlanders in actie, waaronder Noah Boeken, Alberto Stegeman, Hakim Zoufri en Tobias Peters, die rechts van zich veel ivy heeft zitten. Kijken jullie nu naar een nieuwe aflevering van het WSOP Journaal door Casino News, mede mogelijk gemaakt door GG Poker. Tobias, vandaag dag 1D van het main event. Met duizenden spelers verdeeld over honderden tafels en drie zalen. En dan komt je rechterbuurman zitten. Eigenlijk is het wel grappig, want ik speel hier al zoveel jaren. En ik had met verschillende grotere namen, Amerikaanse grotere namen gespeeld. Ik had nooit met veel lijf gespeeld. Het enige nadeel is, zeg maar, je gaat geen gratis fiche van hem krijgen. Maar voor de rest is het een speler zoals elke andere speler. Ja, veel ivy. Ja, je loopt natuurlijk zelf al tientallen jaren mee. Twee finale tafels op de WSOP Europe. Doet het je nog wat dat je dan naast hem zit? Of denk je van, nou ja, het is gewoon net als iemand anders? Het is zoals het is. Ik zit liever dag... Het maakt eigenlijk niet uit als op dag 1, dag 2, dag 3. Het liefst heb je natuurlijk een hele softe tafel op dag 1. En het liefst had ik een vis gezien die gratis de hele stack aan mij geeft. En dat ga ik van hem niet krijgen. Maar dan moet ik andere puntjes vinden om mijn vis te verzamelen. Nou, kom maar goed. Ja, hoe is het eerste level gegaan tot nu toe? Bijna bijzonder. Ik heb niet heel veel handig gespeeld. En stack is hetzelfde gebleven, startstack. En de rest van de zomer? Want ik heb nog geen WSOP cashes. Heb je weinig gespeeld of gewoon geen succes? Ik ben er pas 3 dagen, dus ik heb alleen de 1 Million Bounty heb ik gespeeld en een paar satellites, dat is alles. Dus, ik woon weer in Nederland, dus met belasting is het gewoon niet te doen. Maar voor de WSOP, ik heb lang getwijfeld, maar een paar dagen voordat de main event begon, begon het tot de kriebelen. En ik dacht, nou, ga ik toch maar eventjes heen. Nou ja, succes en hopelijk kan je je 237ste plaats uit 2018 verbeteren. Oh ja, daar gaan we voor. Dus goed doel, dankjewel. Oké, dames en heren, hier is hij dan, de bracelet voor het World Series Poker Main Event. Kan ik even heel snel laten zien. Het is wel een joekel hoor, en hij is ook heel zwaar. En hij gaat ook nog open, ook nog. Wacht even. Hier, kijk eens. Dat kun je ook nog uithalen, ook nog. Dit is wel echt even heel bijzonder. Kun ik nog even sneaky voor jullie doen, hè? Oké, terug naar de normale programmering. Roberto, we zijn hier op dag 1D van het Main Event. Hoe gaat het? In chips niet goed. Ik kwam vanochtend aan een goede tafel. Ik herkende niemand. Maar de chips gaan de verkeerde kant op. Dus ik heb nu 37k nog over van startstack 60. Dus dat moet echt anders straks. Nou ja, gelukkig heb je alle tijd met levels van 2 uur. Vorig jaar was het natuurlijk allemaal een stuk ingewikkelder om hier te komen. Maar als een van de weinige Nederlanders was je er toch. Toch wel fijn dat het allemaal weer normaal is, hè? Ja, zonder mondkapje, door de hal, dat je gewoon met zo'n heel groot veld hier weer kunt pokeren. Ja, dat is prachtig. Ja, je ziet nog wel heel veel mensen met mondkapjes lopen, maar niks voor jou? Nou ja, het zou kunnen, maar ik voel me, voel me veilig, maar laat ik zo zeggen, het hoeft nu niet. Dus ik kies er dan ook voor om het niet te doen in dit geval. Ja, vorig jaar was het natuurlijk nog in het Rio, nu hebben we een nieuwe locatie. Wat vind je ervan? Nou ja, alles wat nieuws is wennen. Ik vind het eigenlijk wel een prettige plek. Ik vind het een geweldige zalen. Dus op pokergebied is het fijn. Ik heb een prima kamer. Ik slaap hier ook in de bellies. En ik moet wel zeggen dat ik ook wel vind dat de overgang van de Rio hier naartoe best wel redelijk vlekloos is verlopen. Er zijn weinig problemen met inschrijven. De rijen zijn lang, maar die zijn altijd lang. Dus ik vind het eigenlijk wel knap van de WSP hoe ze dat zo snel gedaan hebben. Ja. En nu op weg naar je derde main event cash op rij? Ja, maar er moet er nog wel even wat gebeuren. Ik moet echt... Die chips die moeten mijn kant op vallen straks. Want anders wordt het een heel kort event, moet ik zeggen. Nou ja, laten we hopen dat het snel gaat gebeuren. Succes nog. Dankjewel.
Tobias, de WSOP Battle Quiz. 5 vragen en 1 bonusvraag. 2 punten voor een goed antwoord. En bij de bonusvraag 1 punt per goed antwoord. Maar 1 vraag. Oké, ga je gang. Oké, vraag 1. Hoeveel edities van de World Series of Poker in Las Vegas zijn er gehouden? Alright, main event players, you got 5 minutes left on break. All players are invited back to their seats at this time. 53. Vraag 2. Kenny Hollard haalde in 2016 de finale van het WSOP main event. Hoeveelste eindigde hij? Oh, ik had een procentje. Dat moet ik weten. 7e, denk ik. Ik twijfel tussen 9 of 6. Ergens die... Ik denk 6. Vraag 3. Hoeveel WSOP bracelets heeft Daniel Negreanu gewonnen? 9. Elf? Nee, was ook 6. Vraag 4. Welke Nederlander heeft de meeste WSOP caches behaald? En een bonuspunt als je ook weet hoeveel. Gok tussen Luske en Hollink. En ik zou zeggen Luske. De meeste WSOP caches. Ai. Het zou Hollink kunnen zijn, Luske kunnen zijn. Het zou Steven van Zaan. Ik denk Rob Hollink. Nee, het was Steven van Zadelhoff. Met 40 caches. Vraag 5. Welke Nederlander staat het hoogst op de WSOP All-Time Money List? Luske? Dat kunnen er een paar zijn. Dat kan natuurlijk Jorrit van Hoof zijn. Dat zou Luske kunnen zijn die veel diepe runs heeft gehad. Ik denk Jorrit van Hoof. Ja, dat is helemaal goed. Ruim 3,9 miljoen caches. De bonusvraag. Noem zoveel mogelijk namen uit de top 10 van de WSOP All-Time Money List. Overal. Dus niet alleen Nederlanders. Helmoet. Siever. Bonomo. Negreanu, Ivy, Greenstein, pas. Oh, internationale lijst? Dat gaat niet goed komen. Helmut, Negreanu. Brunson? Nee. Hij staat natuurlijk in het begin. Phil Ivey? Ik hou op. Dit was het. Noah Boeken, ook weer van de partij. Zo deden we dat vroeger altijd, back in the day met Frankie. Maar ja, Noah, leuk om je weer te zien hier een keer. Leuk om een keer weer met je te praten. Last minute beslissing hier in het main event? Nee. Ik had al lang gepland. Alleen wel last minute binnengekomen gisteren. Dus vandaag 1D spelen. En ja, leuk. Ik had vorig jaar oktober dat ik gespeeld. Volgens mij had ik 8 jaar de World Series overgeslagen. Maar... Dan zat het lekker in Europa, gewoon in de zomer. En dacht ik, moet ik hier de hitte. Maar ja, je mag ook niet meer op Pokerstars spelen. Dus dan moet ik wel ergens weer live spelen, toch? Nee, dus toen ook het vorige oktober was top. En nu is ook weer leuk. En laten we hopen dat de main event goed gaat. En anders zijn er nog wat andere toernooitjes die ik ook kan spelen. Maar elke dag updates gelezen. Ik dacht wel, wanneer kan ik erheen? Ik had de trouwerij, anders was ik wel wat eerder gekomen. Maar ik ben er nu. Het is wel leuk trouwens, want elke keer als ik iets over jou hoor...
dan heb je weer iets gewonnen. Dan denk ik van, die Noah die speelt nooit. En dan van nu dan zwengelt hij de computer weer aan en dan wint hij weer wat. Wat is dat toch? Nou, misschien laten we dan hopen dat ik hier ook wat win. Nee, het is gewoon geluk. Maar ik wil ook wel eens dat ik niks win. Maar dan zie je niemand, maar dan weet ze niet eens dat ik meedeed. Nee, en de keren dat de W-coups en de scoops gingen altijd wel goed. Amsterdam gaat ook altijd goed. Nu een keer hier en in Rio ging nooit goed. Ik bedoel, volgens mij heb ik er de eerste 6 jaar gespeeld en toen vorig jaar. 1 keer finale tafel, dus dat is niet veel. Dus ik dacht, nou, nieuwe venue. Maar het is wel even wennen, want ik was hier vandaag voor het eerst. Het was net alsof ik in een escape room zat. Ik liep daar in de gang en het waren denk ik 4000 mensen. En nou, die gangen zijn wel een stuk kleiner dan Rio, dus ik had geen idee waar ik heen moest. En toen gegeten ergens en dan heb ik toch een keer Paris gezien, dat heb ik nog nooit gezien. En voor mij nu, mensen vinden het veel beter. Ja, je hebt wel meer eetmogelijkheden, maar voor de rest vind ik de zaal, ik weet niet, same shit. Same shit, different tournament. Precies. Trouwens, het was een hele periode toen wij nog converseerden met Frank, dat je altijd op je iPad bezig was, je bent altijd dingen aan het doen. Maar nu zit je gewoon lekker relaxed, lekker gefocust. Andere momenten in je leven nu om even te spelen? Ja, normaal zit ik altijd toch, ben ik nog wel bezig met mijn computer, maar ik heb gezegd, weet je, deze keer doe ik even niks. Precies wat je zegt. Soms een beetje op mijn telefoon, maar main event even een beetje mijn best doen. Het is zo'n mooi toernooi. Iedereen heeft er altijd over, maar ja, je moet het echt een keer gespeeld hebben om het te snappen. Het is gewoon anders dan welk toernooi dan ook, want ja, je speelt gewoon zo diep tegen zulke amateurs, kan je het gewoon wel noemen. Dus gewoon elke tafel is prachtig en tot nu toe 65k, dus nog niet veel vooruitgang. In het begin ging wel goed, maar een beetje overleven, erin blijven hangen en ik vind het wel leuk. Die verbinding die jij hebt met deze stad, die gaat echt al heel ver terug natuurlijk. Zelfs voordat filmpjes werden gemaakt, kwam jij hier al met Marcel en Pokings.nl en allerlei verschillende zaken. Elke keer als jij hier weer landt, voel je dan weer een beetje die energie en wat voor zeg maar, verbinding heb je met deze plek? Ja, tuurlijk. Het is wel, ik zit nu ook in een Bellagio, daar zaten we vroeger, dat was vroeger echt maar ons huis. Dus dat is wel een beetje nostalgie. Ik vond het wel een beetje, het is altijd toch wel echt leuk. Zeker omdat ik zo lang niet was geweest. En ja, het is gewoon, alles is wel niet beter geworden. Zo. Iedereen loopt zeuren dat alles zo duur is. Klopt ook wel. En het is gewoon wel echt warm in de zomer. Ik was toen vorig jaar oktober, was echt top. Maar het is gewoon wel te gek dat het gewoon nu. Je merkt gewoon na corona, iedereen wil zijn geld spenderen. Allemaal grote velden. Ik ben benieuwd of ze het record gaan halen. Waarschijnlijk wel, toch? Dat dachten ze wel. Dus het is gewoon mooi poker. Als er gewoon zoveel mensen op afkomen, zulke mooie prize pools, weet je. En Vegas blijft gewoon altijd. Ik vind het top. Poker voor jou in je leven momenteel. Welke plek neemt het spel in? Ja, eigenlijk weinig. Ik denk dat ik een half jaar geen kaart aan heb geraakt, maar ik wil wel wat meer gaan spelen, want er komt straks Barcelona aan. En de Win heeft in december een heel groot toernooi. Bahamas komt weer PCA. Mm-hmm. Dus kriebelt wel om een keer gewoon. Dus ik ga wel een beetje meer spelen, een beetje meer oefenen. Ik verleer het nooit. Maar ik vind het leuk. En, dus ik denk dat de komende jaren wel. En meer spelen. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Laatste vraag. Ik zie je toch meer als een soort mixed game speler tegenwoordig. Is dat een verkeerde inschatting of heb je daar meer op toegelegd de laatste jaren? Ik bedoel, sowieso. Mixed games denk ik wel dat ik beter ben. Ik bedoel, no limit. In een veld zoals dit is het gewoon, dan kan je gewoon, er zitten 2 goede spelers aan de tafel. Ja, daar ga ik gewoon niet echt tegen clashen, maar dus dan kan je wel heel ver komen. Maar ik bedoel, als ik met alle 100k high roller ga spelen met alle pro's, dan gaat het niet goed aflopen, denk ik. Dus dat weet ik gewoon. Maar ik doe gewoon mijn ding. Ik weet waar ik goed in ben en ik weet dat ik het toernooi kan winnen. Misschien als ik er nog een beetje geoefend de hele tijd, kan ik wel nog wat grotere toernooien. Maar uiteindelijk wel Omaha en Mixed Games. Ik weet dat ik daar gewoon met de beste mee kan. En No Limits, dat is zo erg gesolved tegenwoordig. Misschien alweer zo erg dat mijn spel juist weer goed is nu, ik weet niet. Maar so far so good. Ik bedoel, ik even de eerste dag doorkomen en dan heb ik in ieder geval een hele dag gespeeld. En morgen even relaxen. En we zien het wel. Alright. En hoe vind jij het? Hoe vind jij het om hier te zijn? Want voor wie werk je? Alleen voor... Ik ben voor PokerGo bezig als vanaf 2016. Okay, dus voor de mensen die dat niet weten, ik ben hier even aan het invallen, omdat Frank hier natuurlijk nog niet is. Okay. En Erik drukt mij dan die microfoon in de hand en zegt, kun je niet even met Noah praten? Hij doet niks gratis deze jongen, die is gewoon geld aan het doen. Is echt gratis hoor. Frank zegt, ik neem je mee naar Naked Fish. Oké. Okay. Trouwens, op dat topic, weet je nog wat de goede tenten zijn? Is er nog iets nieuws wat we moeten proberen? Goede tenten zijn. Naked Fish, daar heb ik even een verhaaltje. Naked Fish, mijn eerste keer in Vegas, ik was 21 jaar oud. Noah zegt, ik moet een Naked Fish. We verdienen echt helemaal geen klap. Dat kwam later pas. Maar al ons geld uitgegeven aan sushi, de hele zomer. Sushi, ja, dat was wel een topplek. Ik ben
vorig jaar teruggegaan, was een beetje wisselvallig. Eén keer wel goed, één keer iets minder, maar nog steeds omdat je er altijd kwam. Nostalgie. Je moet er wel een keertje heen, vind ik. En nieuwe tenten, ja, qua... In Cosmo zit een soort, heet Zuma, dat is wel echt een goede tent. Een beetje zoals Nobu. Verder weet ik het ook niet echt. Ik was net bij die Franse tent eten, waar ik nog nooit is geweest, dat is oké. Maar nee, ik kom wel voor Sushi Sen op Japan, is wel denk ik net misschien iets beter, maar Naked Fish is gewoon lekker, je kan om 12 uur 's avonds heen. En nee, ik vind het leuk dat jullie allemaal die site doen, want ik zag Erik, Frank, het is gewoon, alleen vroeger was ik de baas, maar nu niet meer. Nee, maar wel leuk dat jullie allemaal, of nu in ieder geval Frank en Erik, dat die site, PokerNews 2.0, en die zijn weg. En nu hebben we nog gewoon een Nederlandse site weer, die wel geld spendeert om hier naartoe te komen, dus dat vind ik echt top. En dus, erg leuk dat het weer vroeger is. Ja, top. Noah Boeken gaat proberen een diepe run te maken in de film. Als je mij wilt volgen, Remco Rinkema op Twitter. Heel simpel. Ik ben bezig met die filmpjes op PokerGo. Die zijn ook best wel leuk. Alleen maar spammen, jongen. Die man. Ja. Verkopen, 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 jongens. Anyway, bedankt jongens en blijf vooral kijken. Zojuist is er een einde gekomen aan dag 1D van het WSOP Main Event. Lange tijd was de verwachting dat er misschien wel een record aantal deelnemers zou worden. Maar zover is het voorlopig nog niet. De registratie is nog open, dus wellicht komen we nog... in de buurt van 8000 deelnemers. Vandaag kwamen er een hoop Nederlanders in actie, waaronder Noah Boeken en Tobias Peters. Zij eindigden onder de startstek, maar Daan van Leeuwen, Daan Mulders, Hakim Zoufri en Michel Hoedemaker eindigden boven de startstek en zij komen vrijdag terug met een prima stek. Morgen is het tijd voor dag 2 A, B en C en dan kunnen jullie weer kijken naar een nieuw WSOP-journaal van Casino Nieuws. Mede mogelijk gemaakt door GG Poker.